13 vrouwen die zich op een bijzondere wijze profileren in de gemeenschap, hebben gisteren de Frambo Award in ontvangst mogen nemen. De NPS heeft tijdens een Moederdag special in Grundjari deze vrouwen in de bloemetjes gezet. Partijvoorzitter Gregory Rusland benadrukte dat moeders dagelijks een bijzondere taak vervullen. Dames en heren, wanneer ik denk aan de moeders, dan moet ik u zeggen dat het eerste waar aan ik denk is liefde. Omdat wat ma wie zij doet, ligt je en zit aan lobby de, aan lobby en taal en niemand kan dat weghalen. En vergeet u niet, die liefde gaat door tot het einde. Hier in het een vrouw van binnen kan dit zo, dus we moeten excuseren. Maar dat ben ik ook toe. Dat die abtoepje, wan jazo, wan adora zei. En dan ma en wakago, goko, goko. Zodra die ene er nodig heeft, is ze weg. Zodra die andere is ze terug. Maar ze blijft bezig met de kinderen, al hoe oud ze ook worden. En daarom, natuurlijk moet ik zeggen, dat liefde een van de belangrijkste aspecten is. Waarvan wij weten dat uno lekmas was aftak. NPS-voorzitter Gregory Rusland gisteren tijdens de Moederdag special van zijn partij. 13 bijzondere vrouwen hebben de Frambo Award ontvangen. De NPS zal nu jaarlijks deze award uitreiken.